Wanneer op een dag het ineens tot je doordringt, en dat je zo niet langer verder wilt gaan, en dat je niet langer alleen maar kunt denken, het zal mijn tijd wel duren, ik zie het wel aan. Ja, dan blijkt inderdaad dat er toch iets in jou werkte. Je switste op tijd van kanaal. Prijs je gelukkig dat jij het bemerkte. Ook al was het niet meer dan een simpel signaal. Zolang je gezond blijft, weet je niet beter. Zolang je succes duurt, ga je maar door. En dan sta je niet stil bij hetgeen wat je voortdrijft. Want je bent net een sneltrein, zo raas je maar voor. Maar toch komt er een keer een moment van bezinning, of al bots je er een klap frontaal. En dan kom je jezelf zo hopeloos tegen. Maar je kunt het ook zien als een tijdig signaal. Iedere mens krijgt, zegt men, op het eind van zijn leven, in een flits, als het ware een soort visioen. En daarin aanschouwt hij zichzelf dan heel even. Van het prilste begin tot zijn laatste seizoen. De een noemt die inblik de weg van het karma, de ander het eindtribunaal. Maar wat het op zijn maar, je weet het niet zeker. En misschien komt er daarna nog wel een signaal.